Elsenoy, je hebt je eerste minuten gemaakt. Hoe was dat? Ja, dat was heel lekker. Lekker om een debuut te maken bij ADO en lekker om mee te doen met de jongens. Je bent nieuw hier. Kondigde jij nou een paar weken geleden deze transfer nou al aan in de media? Want toen werd al gezegd van nou, ik zou ADO wel een leuke club vinden. Toen dacht ik, heeft u toen al wat gespeeld? Ja, natuurlijk. Dat was nadat ik de wedstrijd heb beslist in de Caribbean Cup tegen Jamaica. En toen was de interesse concreet. En toen heb ik het een beetje in de media gegooid. Ja, klopt. Wat maakt ADO een mooie club voor jou? Ja, de supporters, mooie stadion en iedereen is heel enthousiast hier, dus vandaar. Waren er meer clubs waar je naartoe kon? Was er meer interesse? Ja, zeker, zeker. Er waren twee clubs MLS met concrete interesse en drie uit Australië. Maar ik heb zelf voor gekozen om Nederland te komen voetballen. Ik ken Jeffy ook heel goed natuurlijk, dus dat was het voor mij veel makkelijker. Maar het avontuur daar had ook mooi geweest, toch? Ja, klopt, maar ja, dan moet je weer opnieuw beginnen. Met alles moet je gaan aanpassen, et cetera. In Nederland heb ik al gevoetbald, ik ken het natuurlijk hier zo. Dus het is voor mij veel makkelijker. Je komt bij NAC vandaan, daarna heb je wat andere clubs gehad. Waar heb je zoal gezeten? NAC, Volendam en daarna terug naar NAC. En daarna in Denemarken gezeten bij Fans Sissel. Bijna gepromoveerd en daarna met het nationale team. En nu bij ADO. Daar ging het goed, hè, nationale team? Ja, ging heerlijk. Twee mooie wedstrijden gehad in de Caribbean Cup. Kampioen geworden en daarna de Gold Cup. Dus ja, hele mooie toernooi, heel groot. Ja, ik kan wel natuurlijk zien dat we zeg maar moeite mee hadden met het niveau daar. En dat het gewoon een hele mooie ervaring voor ons is. En we moeten gewoon ervan leren, want over 2 jaar hebben we weer een hele grote toernooi. Nog groter zelfs. Spelen we de Copa America in Brazilië. Dus we hebben wel wat te doen, denk ik. Ik heb je zien spelen bij Curaçao als aanvaller. Vandaag stond je op het middenveld. Waar kom je het best tot je recht? Op nummer 10 of op links buiten. Daar stond je vandaag niet? Nee, vandaag stond ik op 10. Dus dat maakt voor mij niet uit. Op 10 of links buiten ben ik, heb ik meer rendement. Dus daar kom ik het beste uit. Hoe heb je je eerste minuten ervaren? Voor mij was het natuurlijk weer even zoeken tegen een andere ploeg, die speelt 3-5-2. Dus moet je doorgaan of moet je blijven, dus het was even ertussen. Maar de tweede helft hebben we heel goed opgepakt als team. En daarna gingen we zelf ook beter voetballen. En vandaar ontstond ook de goal. Dus, Je bent net binnen en dan val je gelijk met je neus in de boter, want je mag mee naar China. Ja. Ja, klopt. Ik heb heel veel gereisd natuurlijk, maar naar China vliegen, dat vind ik ook mooi. Dus Wat verwacht je ervan? Ja, ik verwacht een hele mooie trip. Ik laat hem maar op mij afkomen. Enig idee wat je daar gaat aantreffen? Niet echt. We zullen het zien. De muur? Ga je naartoe? Ja, is dat zo? De Chinese muur ga je naartoe, ja. Oh, dat is leuk. Ik ben benieuwd. Weet je daar iets van of niet? Niet echt. Niet echt, nee. Nee. Oefenwedstrijd, ga je ook nog spelen tegen Beijing Enterprises, ken je die club? Ja, die heb ik wel van gehoord natuurlijk, maar niet dat ik echt veel ken ofzo. Lekker onbevangen erin? Ja, precies, dat is het.